Dit is Arno Koenen. Arno die is kunstenaar. Hij maakt onder andere dingen met computers. Mooie films. Ik zie steeds een Playmobil-mannetje langskomen, Arno. Heb jij daar iets mee? Ik ben op een gegeven moment Playmobil-mannetjes gaan maken in mijn animaties. Omdat het heel moeilijk was om een geloofwaardig mensje te maken. Dat leek niet genoeg. Nee, dat leek niet genoeg. En je kunt het dus ook heel makkelijk, net zoals met een echt Playmobil-poppetje, het bijvoorbeeld op iemand laten lijken, bijvoorbeeld op mezelf, door er gewoon eenvoudigweg een plastic baadje aan te plakken. Wat kun jij nou allemaal met zo'n computer, Arno? Nou ja, heel veel verschillende dingen. Ik wil even één ding laten zien. Dat is een film, ook een animatiefilm. Die heet Last Road Trip. En eigenlijk, wat daar het bijzonder van is dat ik hem dus onderweg heb gemaakt. Ik heb een reis gemaakt door Amerika. Het is eigenlijk een road movie. Maar dan helemaal gemaakt op een laptop. Uiteindelijk heb ik dus een animatiefilm gemaakt, maar die hebben we ook tentoongesteld in de vorm van installatie. Een installatie dat was in dit geval een auto. En op die auto, op de ramen, hebben we video geprojecteerd. En zeg maar alle fantasieën, gedachten over Amerika, dus die animaties, die hebben we op de achteruit geprojecteerd. Die zag je dan in de achteruitkijkspiegel, terwijl je dus in de tentoonstelling in die auto zat. En is al jouw werk nou zo'n combinatie van dat soort tegengestelde dingen, contrasten, zeg maar? Nou, vaak wel. Bijvoorbeeld in het geval van Update, een werk dat ik samen gemaakt met mijn collega René Bosma. Dat hebben we gemaakt midden in de gabbertijd. En dat is eigenlijk een Delsblauwe tegelmuur die we zelf met de hand hebben geschilderd. In combinatie weer met een animatiefilmpje. Dus daar zit dan een contrast in, zeg maar, tussen het Delsblauw, het oude, het handwerk en... Ja. De computeranimatie, maar ook qua thema. Want waar dus normaal op Delsblauw zeg maar oude Hollandse cultuur staat. Molentjes en zo. Ja, dat soort dingen. Hebben wij dus zeg maar een aantal gabbers daarop afgebeeld. En die hebben we in moderne landschappen geplaatst. En een ander voorbeeld, dat is Output. En Output is eigenlijk een vloermozaïek. Die bestaat uit 62.500 kleine vierkante steentjes. Dit soort... En dat is natuurlijk, ja, mozaïek is natuurlijk een eeuwenoud, soort duizenden jaren oud medium waar mensen natuurlijk afbeeldingen op maken. En eigenlijk dachten ze op een gegeven moment dat is eigenlijk hetzelfde als een computerscherm. Die bestaat ook uit allemaal kleine pixeltjes. En eigenlijk is een pixeltje en een mozaïeksteentje. Kijk met elkaar vergelijken omdat je heel veel kleine gekleurde dingetjes een plaatje maakt. En eigenlijk hebben we dat terugvertaald, zeg maar. Dus we hebben een computerplaatje. Vertaald naar muzieksteentjes, waarbij dus ieder pixeltje vervangen werd door een van deze glasmuzieksteentjes. Hey, vechtsporter, daar heb je... Ook eens mee, hè, Arno? Ja. Kickboxen. Ik ben een fan van vechtsport. Ik mag ook graag gaan kijken bij gala's. En ik heb anderhalf jaar geleden voor het eerst een kunstwerk gemaakt over een Nederlandse thaiboxer, Ramon Dekker. Nooit van gehoord, man. Nee, precies. En dat is ook een probleem, want die man heeft 200 gevechten gedaan. Is een halfgod in Thailand. Een meervoudig kampioen. En is bij het grote publiek in Nederland onbekend. Dus dan vind jij het mooi om juist voor zo iemand een heel groot billboard op je computer te laten rollen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Langs het Noordzeekanaal heeft hij gestaan. En ook weer op de computer helemaal ontworpen het idee, het beeld gemaakt. Eigenlijk een schets op video. En later is het uitgeprint op een enorme computerprint. En dat is de billboard. Kom op. Oké, klootje. Nou kun je jouw werk in een museum tegenkomen, Arno, maar dat is niet waar jij het voor doet, hè? Nee, het museum is wel, zeg maar, traditioneel de plek om kunst te laten zien of voor te maken. Maar je kunt het ook voor heel andere plekken dat doen. En ik vind het eigenlijk in heel veel gevallen leuker om dingen te maken, bijvoorbeeld in de publieke ruimte. VJ'en is bijvoorbeeld een ding dat je dus... In een discotheek bezig bent. Video jockey. Ja, als video jockey met tijdens een feest met je video's bezig bent aan het mixen, aan het projecteren. Op het internet. Je
Je wil eigenlijk dat iedereen, niet alleen mensen die naar het museum gaan, maar eigenlijk iedereen naar jouw werk kan kijken en er iets mee kan. Ja. Ik had een opdracht gekregen om een kunstwerk te maken voor een lagere school in Amsterdam. Een kunstwerk wat bij de entree in een tunnel geplaatst moest worden. En ik ben eigenlijk vanuitgegaan dat op lagere scholen vaak kunstuitingen, dingen op de ramen, op muren, dat zijn eigenlijk altijd, of heel vaak, sprookjesfiguren. Hans en Grietje, Sneeuwwitje. En ik heb iets dergelijks willen doen, maar dan met modernere sprookjesfiguren. Dus eigenlijk uit die games? Ja, figuren uit computergames zie ik hier dus eigenlijk als moderne sprookjesfiguren. En wat je ziet is zeg maar de schets, het filmpje dat ik heb gemaakt voor de opdrachtgever van kijk, zo wordt het. Dus ook weer in 3D gemaakt van alsof je door een tunnel loopt, waarbij op de vier muren al die verschillende computerspelfiguren zijn afgebeeld. In die techniek met elke pixel een mozaïek. Elke pixel een mozaïeksteentje is geworden. Dat je eigenlijk als kindjes door die tunnel naar school gaan, heel eventjes door een level van een computergame lopen. Dus buiten is level 1, tunnel is level 2 en op school is? Level 3. Jippie. Ja, klopt. Ja. Nou, dit is het uiteindelijke ontwerp geworden. Twee van dit soort wanden, dit is er eentje van. Ja. Maar dit is echt klein, maar het moet onwijs groot worden. Hoe maak je hier nou uiteindelijk zo'n enorme mozaïek van? Nou, we hebben dus, dit is inderdaad gewoon het ontwerp zoals we het aanvankelijk op een computer hebben gemaakt. Dat is gigantisch opgeblazen, zodat je ieder steentje afzonderlijk, het heeft niet alleen de juiste kleur zoals die ook bestaat in deze steentjes, 27 kleuren. Ze hebben maar, allemaal een cijfertje gekregen, zie ik. Ja, precies. We hebben voor de zekerheid overal nog een nummer ingezet voor het geval je in de war raakt. Er zijn 3-4 kleuren bruin bijvoorbeeld, nummer 12, nummer 97. Nummer 16. En uiteindelijk zijn vanaf dit plaatje gewoon op werkelijk formaat computerprints gemaakt. Dat is enorm veel papier. Ja, een hele grote computerprints. Met al die cijfertjes, al die kleurtjes. Waar je dus de steentjes op uit gaat zoeken. Nou, zo is het dus geworden. Met de tunnel, met het mozaïek op twee muren. Maar dit is nog maar het ontwerp in de computer. Ja. Dus dit is zeg maar virtueel, maar zo ziet het er dus in werkelijkheid uit. Ongelooflijk groot. Ja, en de pixels, zoals je ziet, zijn nu mozaïeksteentjes geworden. Mm-hmm. En hoeveel zijn er dit nou alles bij elkaar? Het worden in totaal 180.000 steentjes. 180.000 pixels die allemaal zijn veranderd in hele kleine glassteentjes. Nou, nog een maandje werk. En 90.000 steentjes verder. 90.000? En dan is ook deze, is de tweede muur ook klaar? Ja, dan is de tunnel dus af. Is het kunstwerk dus klaar? Is het dus toch weer iets uit Arno's computer echt geworden? Ja, wat is echt?